Vorig fragment hadden we gelezen op het einde hoe Actaeon door de godin Diana gestraft was en veranderd in een hert. Hij had de godin zonder er bewust voor op zoek te zijn naakt gezien. Daar kon Diana niet om lachen heeft. En zij had hem veranderd in een hert. Nu. Fugit Thebanus Eros et setam killerem esse mirator. In cursu ipso. Vorig filmpje had ik al gezegd dat Ovidius hier, in zijn Metamorphoses, zijn dichter, vaak op zoek gaat naar omschrijvingen van bepaalde woorden. In plaats van altijd Actaeon te herhalen, in het begin van het verhaal hadden we al eens gelezen Kadmi-Nepos, de kleinzoon van Nepos, van Kadmos. Hier zien we de omschrijving Thebanos Eros, de held van Thebe, de Thebaanse held. Hij is afkomstig van Thebe, de Griekse stad. Dus de Thebaanse held vluchtte. Fugit is een praesens, maar hier een historisch praesens. Hoe kunnen we dat zien? Omdat het door Ed verbonden wordt met Mirator. Mirator is ook een praesens. En de volgende tijden zijn wel perfect. Vidit, voluit, secuta est. Dus Fugit en Mirator, historisch praesens. Fugit, uw persoonsvorm staat vooraan. Niet uw onderwerp, dat is een stijlfiguur, dat heet inversie. Inversie wil dus het werkwoord voorop plaatsen en de handeling van het werkwoord benadrukken. Vluchten deed de Thebaanse held. Hè? Dus de Thebaanse held maakte dat hij weg was. Et setam killerem esse mirator. Mirari, het deponent, zich verwonderen. Zich verwonderd afvragen. Hè? En hij verwonderde zich, hij was verwonderd dat, en daarbij krijgen we hier een A plus I, met als onderwerp in de accusatief C, naamwoordelijk deel in de accusatief killerem, en SC, persoonsvorm binnen de A plus I, dus infinitief. SC is infinitief praesens, in de A plus I wil praesens zeggen, vertaal gelijktijdig met mirator. Hij was verwonderd, hij verwonderde zich dat hij zo snel, en dan niet is, maar was, omdat uw hoofdwerkwoord verleden is. En praesens in de A plus I wil zeggen, gelijktijdig vertaal. Dus hij verwonderde zich dat hij zo snel was, wanneer, ablatief BWB, tijd, in cursu ipso, letterlijk in het lopen zelf, tijdens het lopen zelf, cursus, us, afgeleid substantief van courere. Dus ja, hij moet nog wennen aan het feit dat hij veranderd is in een hert. Daarvoor was hij als jager waarschijnlijk ook al redelijk snel. Hij was heel getalenteerd, hè? Uitzonderlijk. Maar een hert is natuurlijk nog sneller. Dus hij vlucht hier, inmiddels veranderd als hert. En tijdens het vluchten merkt hij hoe veel sneller hij plots kan lopen. Hè? Goed. Dus de Thebaanse held vluchtte en verwonderde zich tijdens de vlucht zelf dat hij zo snel was. Ut verevultum et cornua vidit in aqua, me miserum dicere voluit, sed vox nulla secuta est. Van ut tot en met aqua hebben we een bijwoordelijke bijzin van tijd. Ut met de indicatief betekent toen. Dus en vero betekent maar toen. Vidit, maar toen hij zag. Vidit van videre. We zien de perfectum uitgang it. Dus verhalen perfectum. Hè. Maar toen hij zag. Wat zag hij? Leidend voorwerp in de accusatief. We hebben er twee verbonden door et. Vultum, zijn gelaat. En cornua, zijn horens. Cornua, accusatief onzijdig meervoud. Cornu, horen. Hier cornua, zoals corpora, onzijdig meervoud. En vultus, hier vultum, accusatief mannelijk enkelvoud. En waar zag hij zijn gezicht en zijn horens? In aqua, BWB plaats in de ablatief, in het water. Dus maar toen hij zijn gezicht en zijn horens in het water zag, voluit dicere, wou hij zeggen, voluit, perfectum van wel, hè? Me miserum,
twee woorden in de accusatief, niet omdat ze leidend voorwerp zijn, maar omdat ze in een uitroep staan. Dat heet dan de accusatief van uitroep. Arme ik, of ik het sukkeltje, hè. Wee mij, me miserum. Sed vox nulla secuta est. Sequi, or, deponent, volgen. Hier deponent indicatief perfectum, drie enkelvoud. Secuta, want uw onderwerp vox is vrouwelijk, wat we ook al kunnen zien aan nulla. Maar geen enkele stem, geen enkel geluid volgen. Dus hij denkt nog, ook al is hij veranderd in een hert, hij denkt nog na als mens. Dus hij wil iets zeggen. Arme ik, of wat heb ik een pech, dat is eigenlijk de betekenis. Wat gebeurt er nu? Hij wil spreken, maar er volgt geen enkel geluid. Hij kan niet meer spreken. Hij is veranderd in een hert. Herden kunnen niet spreken. Die kunnen niet woorden zeggen. Hè? Dus sed vox nulla secuta est, maar er volgde geen enkel geluid, geen enkel woord. Ingemuit lacrimaeque per vultum non suum fluxerunt. Opnieuw, net als fugit hier, in persoonsvorm, in inversie voorop. Inversie is een stijlfiguur die dan wil zeggen dat de belangrijkste inhoud uitgedrukt door uw werkwoord vooraan in de zin moet staan. Zuchten deed hij. Hij zuchtte ingemuit perfectum van... staat hier uitgelegd, ingemiscere. Hij zuchtte en... Kwe verbindt ingemuit met de tweede persoonsvorm fluxerunt. Fluere, vloeien. Hier perfectum drie meervoud. Vloeiden, onderwerp van fluxerunt in de nominatief lacrimae. En tranen vloeiden, waarover, BBB plaats, verspreiding, per vultum non suum, per met de accusatief, over het gezicht, niet het zijne. Dat het zijne niet was. Dus hij zucht, hij is verdrietig omdat hij in een hert is veranderd. Hij weent en hij voelt die tranen rollen over het gezicht. Maar in dat gezicht herkent hij zijn menselijk gelaat niet meer, want hij is veranderd in een hert. Dat betekent hier vultum non suum. Hij heeft wel een gelaat, maar dat is niet meer dat van hem. Niet meer van een mens, actaion, maar van een hert. Mens tantum mansit. Het enige dat over is gebleven is zijn mens. Mens zijn geest, zijn persoonlijkheid. Tantum is hier een bijwoord, betekent slechts alleen maar. Mansit, perfectum van manere. Alleen zijn geest restte nog, bleef nog over. Dus hoe hij denkt, hoe hij is, zijn karakter, zijn persoonlijkheid, dat is niet veranderd. Zijn fysiek wel. Hij is niet meer een mens, maar een hert. Dus het enige wat er van binnen nog is ingebleven, is zijn mens. Mens, nominatief. Vrouwelijk enkelvoud. Dus hij wou zeggen, als we erin van oet, maar toen hij zijn gelaat en horen zag in het water, wou hij zeggen, arme ik, maar geen enkele stem, geen enkel woord volgde. Hij zuchtte. En tranen vloeiden over het gelaat dat niet het zijne was. Alleen zijn geest bleef nog over. Quid ageret. Quid accusatief van zijde enkelvoud leidt op het voorwerp van ageret. Jullie kennen agere, doenen, doen. De wijs en tijd van ageret kennen jullie nog niet. Dat is een wijs die wij na de kerstvakantie zullen zien. Conjunctief imperfectum. Dus onthoud gewoon waar het van komt. Agere, doen. En hoe je het moet vertalen. Moest hij. Wat moest hij doen? Revertere turne ad comites an insilvis lateret. Reverti, deponent, terugkeren. Latere, verborgen zijn. Ook hier, net als ageret, onthoud van welk grondwoord het komt. En hoe je het moet vertalen. Maar de wijs, de conjunctief, heb je nog niet gezien. Moest hij terugkeren naar zijn maten, ad comites, BWB-richting, of moest hij zich verbergen, verborgen blijven, in silvis, in de bossen, silva, ai, bos, dus in silvis, ablatief, BWB-plaats.
Dus hij twijfelt wat hij moet doen. Hè. Hij is veranderd in een hert. Moet hem teruggaan naar zijn kameraden, maar die gaan hem niet herkennen. Moet hem in de bossen blijven en zich verborgen houden. Hij is wel een hert, maar ja, hij weet nog niet hoe hij zich moet gedragen als dier. Hoe hij uit de klauwen kan blijven van allerhande roofdieren. Dus hij twijfelt wat hij moet doen. Pudor hoc timor illud impedit. Twee keer impedit bijdenken. Hè? Pudor, schaamte, impedire, verhinderen. Hoc, van hic, haec, hoc. Accusativo zijde enkelvoud, leidend voor van impedit. Timor, angst. Illud, net als hoc, accusativo zijde enkelvoud, leidend voor van impedit. Pudor en timor, alle twee onderwerp van impedit. Hoc, illud, twee keer leidend voor van impedit. Zeer parallel geformuleerd. Hè. Je hebt hier geen voegwoord, geen et of que, dus je hebt ook nog eens een asyndeton. Dus schaamte verhinderde dit, angst verhinderde dat. Waar verwijst dat nu inhoudelijk naar? Schaamte verhinderde dit. Dit verwijst naar het reverteretur ad comites. Teruggaan naar zijn kameraden, oké, maar die gaan waarschijnlijk lachen met hem. Van kijk daar, Actaeon, die fiere leider, die uitstekende jager. Zie hoe hem nu is veranderd in een hert. Die gaan waarschijnlijk met hem lachen. Dus hij schaamt zich om zich zo te tonen aan zijn kameraden. De schaamte belet dat hij wil terugkeren naar zijn kameraden. Dus hoc verwijst dan naar reverteretourne ad comites. Angst verwijst naar moesten blijven en zich schuilhouden in de bossen. Hij is daar bang voor. Dus angst belet hem om in de bossen zich schuil te houden. Hij is veranderd in een hert, maar hij heeft totaal geen ervaring met hoe je je als hert moet gedragen en overleven in de bossen. Hij is gewend jager te zijn en niet prooi. Dus hij is bang om als prooi in een bos door het leven te gaan. Hè. Daar is hij bang voor. Bang om waarschijnlijk prooi te vallen van jagers of van andere roofdieren. Dus poederhok impedit, timor illud impedit. De vertaling op zich is niet zo moeilijk. Maar je moet goed nadenken waar het inhoudelijk naar verwijst. Hè. Hoc naar reverteretourne ad comites, illud naar an in silvis lateret. Dus die twijfel, moet ik terugkeren naar mijn makkers, moet ik in het bos blijven? En die twijfel wordt hier stilistisch mooi weergegeven. Geen voegwoord, asyndeton, parallel geformuleerd. Onderwerp, leidend voorwerp, onderwerp, leidend voorwerp. Zodat de volle aandacht komt te liggen op de gevoelens van Pudor en Timor. En de twee zaken die daardoor belet kunnen worden, hoc en illud. Het feit dat impedit hier niet staat, hier wordt weggelaten in ellips. Ellips wil zeggen iets weglaten, zorgt er ook voor dat de tegenstelling Pudor-Timor groter wordt. Dus doordat hier geen voegwoord staat, asyndeton, doordat hier geen werkwoord staat, impedit, ellips, krijgt alle aandacht de twee woorden pudor en timor. En de twee leidend voorwerpen, hoc en illud. Goed, dus hij weet niet wat moet doen. Hij blijft ter plaatse trabbelen. Hè. Het slechtste wat je kunt doen. Hij is onbeslist, hij twijfelt. Dum autem dubitat, viderunt eum canes. Dum betekent terwijl, autem is een voegwoord maar. Dubitare, twijfelen. Hier praesens, maar we moeten het vertalen als een verleden tijd. Waarom? Uw hoofdwerkwoord viderunt is perfectum. Zagen zijn honden hem. Dan kun je niet zeggen, maar terwijl hij twijfelt. Dat is zo'n regel uit de grammatica. Dum, het voegwoord dum. Staat altijd met de indicatief presens, ook al
moet je zoals hier een verleden tijd vertalen. Hoe kun je dat dan weten? Ga kijken naar je hoofdwerkwoord. Is dan verleden tijd, dan moet je dubitat, hoewel dan praesens is als je het determineert, toch als verleden tijd vertalen. Dus, maar terwijl hij twijfelde, zagen zijn honden hem. Dat die honden hem plots in het vizier krijgen, hè, die zien een hert, een prooi, hè, die worden wild, die willen daar al op afstormen, dat plots ze zien, wordt benadrukt door inversie van widerend. Wat is inversie? Nogmaals, normaal gezien is uw woordvolgorde onderwerp, leidend voorwerp, persoonsvorm. Dus normaal gezien zou er moeten staan canes eum widerunt. Door dat om te draaien en in inversie widerunt voorop te zetten, benadrukt je als auteur dat hij plots in het vizier verschijnt van die honden. Goed. Dus maar terwijl hij twijfelde, zagen zijn honden. Kregen zijn honden hem in het vizier. Eum verwijst natuurlijk naar Actaeon. Praedae cupidi ruunt per rupes et vento calerius dominum in secundur. We schakelen plots over naar een praesens. Dat doet een auteur vaak in beschrijving van een verhaal om het levendig te maken, om het zo te beschrijven alsof het opnieuw plaatsvindt, hè? Een historisch praesens. Ruunt en in secundur. Alle twee historisch praesens. Dus determineer praesens, maar vertaal als een verleden tijd. Onderwerp zijn nu altijd die honden. Ruwend, die stormen naar voren. Per rupes, per met accusatief, bbb plaatsen, over de rupes rotsen. Meervoud hier, hè? Accusatief meervoud. Ruwend per rupes. Let ook op hoe de klanken hier mooi herhaald worden. Roe, roe, p, p. Roeend per rupes. De kracht waarmee die vooruitstormen zit in je klanken. En dan krijg je nog een adjectief dat overeenkomt met je onderwerp. Honden. En dus in nominatief mannelijk meervoud staat. Dat is een bepaling van gesteldheid hier, Cupidi. Hè? Nominatief mannelijk meervoud. Begeerig. Verlangend naar wat? Het voorwerp bij Cupidi staat altijd in genitief. Dus praedae is genitief voorwerp bij Cupidi. Verlangend naar prooi. Vol verlangen naar een prooi. Stormen die honden over de rotsen naar voren. Dus praedae genitief vrouwelijk enkelvoud voorwerp bij Cupidi. En Cupidi is nominatief mannelijk meervoud van bepaling van gesteldheid bij het onderwerp en roeend. Et vento Galerius dominum in secundur, in sequi achterna zitten, achtervolgen. Sequi volgen, in sequi is nog iets sterker, hè, op de hielen zitten, achtervolgen. En ze achtervolgden dominum, hun meester, accusatief leidend voorwerp in secundur. Op welke manier? Galerius vento, trappen van vergelijking, leerstof trimester 1, keler, snel. Celerior, celerior, celerius is de comparatief. En als je van die comparatief het bijwoord nodig hebt, dan moet je de uitgang ius gebruiken. Dus celerius is hier een comparatief bijwoord bij in secundur. Hoe achtervolgden ze hun meester? Sneller. Goed. Sneller dan wat? Dan de wind. Bij een comparatief kun je in de ablatief als voorwerp een tweede lid van de vergelijking krijgen. Dus vento, ablatief mannelijk enkelvoud, voorwerp bij Galerius. Sneller dan de wind. Dat is opnieuw dichterlijke taal. Hè? In plaats van heel snel, geeft je een beeld, hè? Een metafoor, sneller dan de wind. Je vergelijkt de honden met wind, beeldspraak. Alsof ze nog sneller dan de wind zijn. En sneller dan de wind achtervolgden ze hun meester. Natuurlijk, die honden beseffen niet dat dat hun meester is. Hè. Die zien gewoon een prooi, die zien een hert lopen. Die weten niet dat hun meester Actaeon door Diana in een hert is veranderd. Actaeon ego sum, dominum magnoscite vestrum clamabat. Clamare roepen, clamabat imperfectum. Hij riep, meestal zit in imperfectum
een gewoonte of een herhaling. Hier zegt uw bronnenboek, hier drukt het perfectum, het imperfectum, een proberen uit. En daarom vertaal met trachten, te probeerde te. Hij probeerde te roepen. En wat riep hij dan? Ego sum actaion. Actaion ben ik. Agnoscite dominum vestrum. Herken jullie meester. Agnosker herkennen, hier in de imperatief meervoud. Meervoud, want hij richt zich tot meerdere honden. Dominum vestrum, accusatief mannelijk enkelvoud, leidend voorwerp bij agnoscite. Je hebt een heel klein hyperbaton. Hè. Dominum vestrum hoort normaal samen. Wanneer je dat uit elkaar trekt, het stuk dat je dan voorop zet, krijgt daardoor meer nadruk. Ik ben jullie meester. In Nederlands kun je vaak dat alleen maar doen door het met extra klemtoon uit te spreken. In Latijn kun je, omdat Latijn een soepele woordvolgorde heeft, bepaalde woorden naar voren halen en dus hun betekenis extra kracht geven. Net zoals hier actaion voorop staat. Normaal zeg je ego actaion sum. Actaion ego sum, door de woordvolgorde om te draaien. Actaion ben ik. Herken jullie meester, dominum vestrum agnoscite. Probeerde hij te roepen, maar ja, hij is nog altijd aan het nadenken als mens. Hij beseft nog niet, die gaan mij niet verstaan, die honden. Hè. Ik ben een hert, die gaan niks horen, geen woorden. Sed voces non audiebantur. Maar zijn woorden werden niet gehoord. Hier drukt het imperfectum een herhaling uit, hè. Keer op keer. Waarschijnlijk heeft hij een paar keer herhaald, ik ben Actaion, ik ben Actaion, herken jullie meester. Maar keer op keer, herhaling, daarom imperfectum, werden zijn woorden niet gehoord. Hè? Maar zijn woorden werden niet gehoord, imperfectum. Resonabat latratu caelum. Hier heb je de normaal woordvolgorde, onderwerp, persoonsvorm. Resonabat caelum, de woordvolgorde wordt omgedraaid. Nu krijg je uw werkwoord voorop en dan pas uw onderwerp. Dus je hebt A, B, B, A, dat heet een chiasme. Het chiasme wordt versterkt doordat er geen voegwoord gebruikt wordt. Deze persoonsvorm wordt met deze persoonsvorm niet verbonden door een voegwoord, asyndeton. Dus wat hebben we voorlopig? Zijn woorden werden niet gehoord. De hemel resonabat, weerklonk, waardoor, ablatief BWB oorzaak, latratu, door geblaf. En latratus is in het Latijn een onomatopee, een klanknabootsend woord. Dat geblaf zit in de klanken van latratu, die lange a. Dus de hemel weerklonk door hun geblaf. Wat doen die stijlfiguren hier nu? Dus dat je hier geen voegwoord hebt. Dat je hier niet eerst je onderwerp hebt, maar je persoonsvorm. Daardoor komen die twee persoonsvormen naast elkaar in een grote tegenstelling. Dus woorden, zijn woorden werden niet gehoord, maar wat weer klonk wel zeer luid, een geblaf. Dus wat er niet werd gehoord en wat er wel werd gehoord, die tegenstelling wordt benadrukt door geen voegwoord te gebruiken, asyndeton. En door, in plaats van onderwerp persoonsvorm, hier persoonsvorm onderwerp, dus chiasme te zetten. Goed. En het geblaf wordt dan nog eens extra duidelijk gemaakt door de onomatopee. Latratu, hè, klanknabootsing. Als we misschien even hernemen, want misschien gaan we wat snel van doen. Maar, terwijl hij twijfelde, kregen zijn honden hem in het vizier. Belust op prooi, verlangend naar een prooi, stormden ze, historisch praktisch, over de rotsen, en sneller dan de wind zaten ze hun meester achterna, achtervolgden ze hun meester. Actaion ben ik, herken jullie meester, trachtte hij te roepen, maar zijn woorden werden keer op keer niet gehoord. Telkens weer klonk de hemel door hun geblaf. Canes intergo prima vulnera faciunt, et mox toto corpore loca ad vulnera desunt.
Twee keer een present, opnieuw historisch present. Ook de volgende werkwoorden, gamit, compleet historisch present. Dus de dichter wil precies opnieuw de lezer het laten ervaren alsof het nu gebeurt. Hè. Wat doen de honden? Vulnera, prima, dus de eerste verwondingen. De eerste verwondingen vaker letterlijk maken, vlot aanbrengen. Hè. Vulnus, vulneris, onzijdig. Hè. Verwonding, wonde. Dus prima, vulnera, accusatief, onzijdig, meervoud. De honden brachten de eerste verwondingen aan waar, ablatief, bw, plaats, op zijn rug, tergum, i. Dus die honden, hier zitten ze nog hem achterna, hier hebben ze hem te pakken. Hè. Ze springen op zijn rug en daar bijten ze voor het eerst. En daar brengen ze de eerste bijtwondes toe. Het mox toto corpore loca ad vulnera desunt. En weldra. Loca desunt. Persoonsvorm desunt van DS, ontbreken, er niet zijn. Locus, i, plaats. In het meervoud, opgelet, wordt dat onzijdig. Dus loca, nominatief, onzijdig, meervoud. Wat staat hier letterlijk? Plaatsen ontbreken. Toto corpore, ablatief BWB plaats. Op zijn hele lichaam ontbreken plaatsen. Ad vulnera, voor verwondingen. Ad met accusatieve. Dat staat hier letterlijk. Hè? Weldra ontbreken plaatsen op gans zijn lichaam voor verwondingen. Dat is een dichterlijke manier om te zeggen, op den duur zijn er zoveel bijtwondes over gans zijn lichaam, niet alleen op zijn rug, dat er amper nog iets overblijft om in te bijten. Dus door het zo uit te drukken, zeg je eigenlijk met nog meer kracht dat in over gans zijn lichaam vol bijtwonden staan van die honden, hè. Want wat staat hier? De honden brachten op zijn rug de eerste verwondingen toe. Maar kort daarna, weldra, waren er geen plaatsen meer op gans zijn lichaam om in te bijten. Dus stond gans zijn lichaam gewoon vol met bijtwondes. Garme Actaeon, die dit allemaal niet verdiend heeft, geen schuld treft en ooit een uitstekend jager, valt hij nu ten prooi aan zijn eigen honden. Symbolische straf, die Diana. Dus de jager wordt prooi. Hè? Gemit ille maestis que quereli silvas complet. Gemit ille, opnieuw uw werkwoord vooraan, in versie, waarmee de dichter benadrukt dat het zuchten hier belangrijk is. Zuchten deed hij. Gamit praesens, maar historisch praesens. En wat deed hij? Complet silvas. Hij vulde de bossen. Complere vullen, praesens hier, maar historisch praesens. Dus hij vulde. Wat vulde hij? Let het voor heb, silvas. Hij vulde de bossen waarmee maestis querelis. Querela staat uitgelegd. Een klacht, maestus droevig. Dus ablatief vrouwelijk meervoud. Met droevige klachten, een BWB wijze, hè, op welke manier vulde hij de bos. En met droevige klachten, met droevig geklaag vulde hij de bossen. Dichterlijke manier om dit te verwoorden. Hè. Dit is, zuchten deed hij en met droevige klachten vulde hij de bossen. Dat klagen wordt ook een beetje hoorbaar gemaakt. Hè. Je hebt hier lange i's en lange kwees die terugkomen. Je hebt hier een klankherhaling. E, i, i, e. Gemidile, maestis, que querelis. Is, que querelis. Que, que, is, is. En die is komt ook terug in silvas. Dus dat geklaag dat steeds weerkeert en die bossen vult, wordt ook hoorbaar gemaakt in die zin. Maestis que querelis, lange, droevige klankherhalingen. Silvas complet. Ad comites agmen rabidum ignari incitaverunt. Dus
de droefnis van Actaeon staat in schril contrast met de vreugde die zijn kameraden kennen, hè, want die zijn volop aan het jagen en die zien hoe die honden een hert te pakken krijgen en aan fruiten van een bijten, dus die zijn mega excited. Dus die twee gevoelens staan in schril contrast hier. Hè. Actaeon, de grootste miserie, en zijn comites weten niet wat er gebeurt, maar die vinden het een fijn spektakel. Dat zijn jagers, die zien je liever dan dat er hier zoiets gebeurt. Dus maar zijn kameraden incitaverunt, incitare, aanvuren. Hier opnieuw perfectum, gewoon in verhalen perfectum. Dus de vorige zinnen historisch praesens, nu schakelt de dichter terug over op verhaal perfectum. Maar zijn kameraden vuurden aan wat? Leidend voorwerp, agmen rabidum. Rabidus aum staat uitgelegd wild. Agmen, agminis, onzijdig. Een troep, een bende, een kolonne. Dat is een woord uit het leger. Wanneer soldaten in een bepaalde formatie staan, is een agmen. Dus maar zijn kameraden vuurden de wilde kolonne aan, ignari, onwetend. Ignari, nominatief mannelijk meervoud, bepaling van gesteldheid. Bij het onderwerp comites en uw persoonsvorm incitaverunt. Op welke manier spoorden de kameraden hen die wilde bende aan en die honden? Onwetend, want mochten ze wel weten dat dat hert Actaeon is, zouden ze hun honden niet zo aansporen, aanvuren. Maar nu zien zij gewoon een hert, een prooi, zien zij hun honden die prooi verscheuren, en dat vinden zij geweldig. Zij willen dan nog meer, hè, spektakel zien, dus ze vuren die honden aan. En die honden worden hier vergeleken, dus beeldspraak is ook typisch voor dichtkunst. Die honden worden vergeleken met soldaten die in een bepaalde formatie staan, een agmen, en die hun vijand beet hebben en compleet willen vernielen. Hè. Dus dat is een krachtig beeld hier. Maar zijn kameraden vuurden de wilde kolonne aan onwetend, hè, omdat ze onwetend waren. Was een beste bewijs dat ze niet weten wat er gebeurt. Ducem ad spectaculum quaerunt. Na perfectum krijg je opnieuw historisch praesens. Quaerere, zoeken. En ze zochten hun leider ad spectaculum voor dit schouwspel. Dus zij staan hier te genieten, te smullen van een schouwspel. Ze kijken rond, waar is Actaeon? Die gaat dit ook geweldig vinden. Heeft niemand hem gezien? Kom, dat is onze leider. Waar blijft hij toch? Dit is iets wat hem niet kan missen. Dat is wat nu iedereen zal filmen met hun gsm en op TikTok zetten. Hè. Serieuze FOMO hier. Ducem ad spectaculum quaerunt. Ze zochten hun leider, hè, voor dit schouwspel. Et clamant absentem Actaeonem. En ze riepen de afwezige Actaeon. Dus ze riepen Actaeon, Actaeon, maar die was absentem, die was er niet. Maar omdat ze niet beter wisten, hè, ignari. Mochten ze beter weten, dan wisten ze dat Actaeon niet afwezig was, maar aanwezig was. Dat arm hert is, dat nu volledig verscheurd is geraakt door die honden. Als we hernemen, maar zijn kameraden spoorden onwetend de woesten de wilde kolonne, bende, troep aan, zochten hun leider bij dit schouwspel en voor dit schouwspel en riepen de afwezige Actaeon. Ad nomen ille caput reflectit. Actaeon zelf, inmiddels veranderd in hert, hoort dat zijn comites. Hey, Actaeon, Actaeon roepen, hey, waar zit je? Dat is hier wat je niet kunt missen hier. Bij zijn naam, ille caput reflectit, ille onderwerp, verwijst naar Actaeon, reflectere, ombuigen, wenden, draaien, draaide hij zijn hoofd, ille nominatief onderwerp van reflectit, caput accusatief leidend voorwerp van reflectit.
Dus hij hoort zijn naam roepen en hij draait zijn hoofd. Wat mensen doen, hè. Als je roept bij naam, en dan draait je omdat ze je naam roepen. Dat is wat Octavian doet. Maar natuurlijk, niemand heeft dat door. Zijn comites weten niet dat hij dat hert is. Wilt ab essen. Historisch praten ze opnieuw, hè. Hij wil, verleden, hij wou ab esse afwezig zijn, zet ab est. Maar hij was aanwezig. Wilt quevidere. En hij wou zien en niet voelen, wat voelen, fera facta. Factum staat uitgelegd. Daad, dat is een voorbeeld van een participium als substantief gebruikt. Vaker comma io feci factum, doen. Facta, letterlijk de dingen die gedaan zijn. Dus daden, handeling, facta hier, passief partie imperfectum. Accusatief onzijdig meervoud van vakere. Vertaal het hier als substantief. En niet voelen wat de woeste daden, ferus aum woest, van wie canum suorum, van zijn honden. Canum suorum, genitief BVB bij facta, BVB handelend. Hè? De daden van zijn honden doen iets. Dat hij verscheurd wordt door honden is al erg. Wat het nog tragischer maakt, is dat het zijn eigen honden zijn. Hoe, met welke stijlfiguur benadrukt Ovidius dit? Door canum en suorum uit elkaar te plaatsen in hyperbaton. Komt suorum mooi op het einde van de zin. De woeste daden van zijn honden. In Nederlands kun je het alleen maar benadrukken door het... met meer nadruk uit te spreken. Het Latijn doet dat door canum en suorum in hypermaton uit elkaar te zetten. Wat ziet je nog? De woeste daden wordt benadrukt door een alliteratie, fera facta. Als we deze zin hernemen. Hij wou afwezig zijn, maar hij was aanwezig. En hij wou zien en niet... En niet de woeste daden van zijn eigen honden voelen. Dus op zich wil hij net als, dat is de betekenis van deze zin, hij wou net als zijn comites dit spektakel zien. Als toeschouwer. Hè? Maar nu is hij het slachtoffer, nu is hij de prooi. En omdat hij prooi is, wilt hij er juist niet bij zijn, maar wilt hij afwezig zijn. Dus omdat hem nu niet de jager is, maar de prooi, wilt hij er niet bij zijn, want dat is niet fijn, uiteraard. Hè? Als jager wilt hij natuurlijk zoiets zien, maar hij is niet meer de jager, hij is het hert. Dat is wat hier staat, hè? Dat is de betekenis van de woorden, hij wou afwezig zijn. Maar hij is aanwezig. Hij wou zien en niet voelen de woeste daden van zijn eigen honden. Hi undique praedam circumstant. Historisch praedens opnieuw. Hi verwijst naar de honden. Je zou kunnen denken, in theorie kan ook comites zijn, zijn kameraden. Maar als je de zin verder vertaalt... dan zal blijken dat het gaat over de honden. Want ze zetten hun tanden in zijn lichaam en ze verscheuren hun meester. Dus hi verwijst naar de canes. Nominatief mannelijk meervoud van hic haec hoc. Deze honden. Circum stare, gaan staan rond hem. Omsingelen. Gingen rond praedam hun prooi staan. Accusatief leidend voorwerp. Undique, langs alle kanten. En circum, hè. De volledige grond, dus undique is een bijwoord. Langs alle kanten, van overal. Van overal stonden deze honden rond de prooi. En dan zie je een losse ablatief. Perfecte herhaling van de losse ablatief. Want wat zie je? Dentibus, een substantief in de ablatief. Fixis, een participium in de ablatief. Los van de rest van de zin. Hoe gaat je te werk? Fixis
Eerst determineren. Komt van het grondwoord figere. Figere, niet fingere. Fingere is vormen verzinnen. Figere, F-I-G-E-R-E. Vastzetten. Fixie, fixum. Denk aan fixeren. Of ergens een fixatie. Dan zet je ook iets vast. Hè? Of in het Engels fixed, dat is iets vast. Dus fixis is van figere, o. Vastzetten, vasthechten. Participium perfectum. Het komt overeen met dentibus, dus ablatief, mannelijk, meervoud. In een ablatief moet je een participium perfectum standaard vertalen met een bijzin ingeleid door nadat. En passief en ook nog eens voortijdig. Dus, hoe luidt dat letterlijk? Nadat hun tanden in het lichaam gezet waren. Dat is letterlijk passief vertaald en voortijdig ten opzichte van een verleden hoofdwerkwoord. Want het is historisch present, dat telt als een verleden tijd. Dus letterlijk passief, nadat hun tanden gezet, vastgehecht, waren in zijn lichaam. Incorpore ablatief BOB plaats. Vlot mogen we dat actief vertalen. Nadat ze hun tanden in het lichaam gezet hadden. Dentibus ablatief, functie onderwerp was ablatief. Dus, en nadat ze hun tanden in het lichaam gezet hadden, die lakerand verscheurden ze, dominum, hun meester. Dominum, accusatief leidend voorwerp. En die meester herkennen ze niet als een meester, want die is sub imagine cervi. Die is onder de gedaante van een hert. Onder het uiterlijk van een hert. Letterlijk. In het Nederlands zegt men meer in de gedaante van een hert. Het Latijn zegt onder het uiterlijk van een hert. In Nederlands vlot in de gedaante van een hert. Sub met ablatief. En cervi is dan cervus, i hert. Genitief BVB. Bezit bij imagine. Als we van hier hernemen. En deze honden stonden rond hun prooi, hè, langs alle kanten. Dus dat de prooi niet kon ontsnappen. Hè. Fixis quae incorpore dentibus. En nadat hun tanden in het lichaam gezet waren, actief vlot, nadat ze hun tanden in het lichaam gezet hadden, verscheurden ze hun meester, hè, in de gedaante van een hert. Die meester die was in de gedaante van een hert. Finita per plurima vulnera actaionis vita, tandem ira dianae satiata est. Opnieuw een losse ablatief. Hoe ziet je dat? Substantief in ablatief, participium in ablatief, los van de rest van de zin. Je begint opnieuw bij participium, hè? Finita. Dat is een passief participium perfectum. Komt overeen met vita, dus ablatief vrouwelijk enkelvoud. Van het grondwoord finire, io, beëindigen. Uw hoofdwerkwoord is verleden, dus we moeten het participium perfectum voortijdig ten opzichte van een verleden tijd vertalen, dus voltooid verleden. We moeten het letterlijk passief vertalen. Wat geeft dat? Nadat het leven van Actaion geëindigd was, per plurima vulnera, door zeer vele verwondingen, per met de accusatief hier, hè, bij woordelijk bepaling. Dat staat hier letterlijk, hè, het leven van Actaion, Actaion is genitief BVB, handelend bij Vita, het leven van Actaion, Actaion leeft. Dus nadat het leven van Actaion door zeer vele verwondingen beëindigd was. Vlot nadat Actaion na zeer vele verwondingen gestorven was. Hè. Tandem ira dianae satiata est. Satiare verzadigen. Hier passief indicatief perfectum, drie enkelvoud. Het participium perfectum vormt hier onderdeel van een passieve voltooide tijd. Passief indicatief perfectum. Onderwerp ira, woede, nominatief vrouwelijk enkelvoud. De woede
werd eindelijk verzadigd. De woede van wie? Genitief BVB handelen bij Ira. Dianae. De woede van Diana. En nadat het leven van Actaeon tot een einde kwam, beëindigd was letterlijk door zeer vele verwondingen, werd de woede van Diana eindelijk verzadigd. Dus dit is zo'n voorbeeld van een mythologisch verhaal, zoals het in de inleiding omschreven staat. Hè. Echt pakkend wordt het wanneer die helden helemaal geen schuld hebben aan hun dood, maar het slachtoffer worden van goddelijke woede of willekeur. De godin Diana is woedend geworden, omdat ze door een man gezien werd, ook al was dat onbewust en toevallig, en trof Actaeon geen schuld. Dat is in de ogen van Diana niet belangrijk. Het resultaat is hetzelfde. Een man had haar naakt gezien, haar de naakte, de maagdelijke godin. Dus ze wil Actaeon, of die nu schuld heeft of niet, heel zwaar straffen. En de straf is een metamorfose, een verandering. Staat centraal in dat werk van Ovidius hier. Het zijn allemaal mythologieën, verhaaltjes, met als centraal thema verandering, gedaanteverandering. Hier van Actaeon in een hert. Dus Diana vond het een passende straf, een vredestraf, voor iemand dat zelf een uitmoedend jager was, om veranderd te worden in een prooi en dan nog eens door zijn eigen honden gruwelijk verscheurd te worden, terwijl zijn kameraden erop staan te zien en onwetend als ze zijn, hun honden zelfs nog extra aanvuren. Hoe wreed kan een man aan zijn einde komen? Goed. Dus dat voor dit stuk snelle vluchten. In dit stuk zijn we wat meer blijven stilstaan bij stijlfiguren. Onthoud gewoon dat dit werk, de metamorfose van Ovidius, niet zomaar standaard zinnen zijn, maar dichterlijk geschreven zijn. Dus dat Ovidius af en toe aandacht besteedt aan niet alledaagse woorden, maar synoniemen of omschrijvingen van personen. Dat hij durft variëren met de woordvolgorde als hij vindt dat de boodschap door de woorden op een andere plaats te zetten krachtiger overkomt. Dat hij stijlfiguren gebruikt om zijn zinnen beter en krachtiger te doen klinken. Dat hij soms beeldspraak gebruikt om een zin, een mooi beeld te laten formuleren. Hè. Goed. Dat voor dit tweede stuk tekst, tweede en laatste stuk van De Actaeone. De vertaling vinden jullie hier, maar staat ook wel op Smart School. En in jullie werkboek staan er ook nog een paar vraagjes bij, die onder andere peilen naar omschrijvingen van bepaalde personen en een reeks stijlfiguren. Maar daarover later meer.